Juist, juist. Het werkt niet meer, vriend. Wend hem eraan. Wend hem aan. Oh, zo dom van die guy, man. Jongen, mensen, super dood. Ik kijk deze goed nieuw voor en via mijn kanaal. Games for jongens. En in deze video gaan we lekker een solo potje proberen te winnen, natuurlijk. En we gaan lekker naar Salty Springs. Ik land eigenlijk nooit, dus ik dacht van, ai, laten we gewoon een keer weer proberen. En de reden waarom misschien dit jullie al wel opvalt van, yo Dylan, waarom is de cam wat donkerder, weet ik veel wat. Ik heb mijn camera, of mijn softboxen uitgezet, omdat het echt te warm is. Het is serieus, ik heb het zweet op mijn voorhoofd en ik heb zo'n zweetsnor. Ik weet niet of je het echt ziet, trouwens ik red het niet. Ik ga ergens anders landen, ik ga bij dit huisje landen. Shit, sorry. Maar het is veel te warm, jongens, om echt al die lampen uit of aan te gooien. Dus vandaar dat het iets donkerder is gewoon dan normaal. Volgens mij is het niet heel erg, want ik heb gewoon een lamp op de background. Is het niet heel... Ja, ik hoop gewoon dat het gewoon chill is. Maar anders, ja, echt met deze hitte. Ik heb geen airco, ik heb een ventilator aan, maar ja, dat werkt ook niet heel erg uitstekend of zo, dat je het helemaal, hoe heet dat? Hoe heet dat? Koud. Ik moest het gewoon even nadenken. Koud. Ja, dat heb je al heel lang niet gezegd, Dylan. Want ja, dat heb je al heel lang niet gehad. Oké, wat. Maar jongens, we gaan vandaag lekker een potje solos doen. En ik heb trouwens iets veranderd aan mijn keybindings. En dat is dit. Als ik edit, zo. En ik... Oh, boetje. Wil dit terug editen, moet ik nu G en dan scrollen. That's it. Zo ga ik terug editen. Kijk hoe snel je daarmee kan. Alleen het is heel erg wennen voor mij. Want sowieso met muurtjes is het gewoon echt wennen. Want dan doe je dit zo. En dan kan je heel snel terug doen. Maar zoals je ziet, blijf je soms in zo'n minuutje nog hangen. Zoals dit. Zag je dat? En dat moet ik dus even onder controle krijgen. Maar kijk hoe... Je kan heel snel editen daarmee. Maar het is wel even een... Ja, een nieuw iets in, voor mij in de game. Dus ik moet dat wel een beetje nog onder de knie krijgen. Dus ik hoop dat het niet al te erg in de weg zit. En als dat niet in de weg zit, zit de game fucking wel in de weg. Want even serieus. Het bouwdingetje van deze game is echt verschrikkelijk. Het is echt niet normaal. Echt serieus. Gewoon de fucking... Oh, wacht even. Hoe? Hoe heet dat? Turbo building is gewoon uit de game gehaald. Het is zo verschrikkelijk dom. Ik snap het gewoon echt niet. Ik ga zo meteen wel even er meer over hebben. Van hoe en wat ik er allemaal over denk. Als we Salty gecleared hebben met onze grijze wapens. Dus ik ben benieuwd of we dit gaan overleven. Ik heb op zich gewoon decent shield. Dus dat is wel chill. Ook ja, een beetje aan het match. We gaan het gewoon doen, jongens. Fuck it. Scheid. Volgens mij was hier wel een launchpad geplaatst door die guy. Die kunnen we ook zo meteen nemen. Ligt hier nog wat? Een pistool? Nou, ik neem het maar gewoon mee. Moet maar, hè? We hebben niks anders. Alright, oké. Okay. Ik moet gewoon iemand killen, man. Die chille loot heeft. En die een beetje low is. Dat zal heel relaxed zijn. Volgens mij zag ik daar iemand. Ja, daar wordt ook gevochten. Hier is een launchpad. Zou ik erop afgaan? Ik ga het doen. Ik ga deze guys gewoon pushen. Scheid. Oh my god. Ze zijn weer in de fight. Zou ik in de boom landen? Ik ga het doen. Ik hoop dat dit werkt, jongens. Boom. Let's go, Dylan. Oké, snel dit doen. Ja, kut. Ja, dat was minder fijn. Dat had ik kunnen verwachten. Maar we got hem, jongens. Die boomtactiek werkte wel lekker dan, man. Ik zeg je eerlijk. Let's go. Oké, ligt hier een bandages? Dat kan ik wel gebruiken. Er ligt er nog meer. Oké, alleen maar tactical shotguns. Dus dat is wel jammer. Oh, dit bouwen is echt verschrikkelijk. Je moet gewoon letterlijk stilstaan om iets te plaatsen. Het is gewoon absurd gewoon. Oké, nou, we moeten het maar gewoon mee doen. Als ik die edit shit maar wel even... Oké, ik probeer het. Wacht even hoor. Hup. Oké, okay, zie je dat? Dit bedoel ik. Dat ik dan vast blijf zitten in dat minuutje van het editen. Oké, okay, dit. Dat is zo... Ja, soms werkt het wel en soms niet. Ik moet daar gewoon heel erg aan wennen. Dus ik hoop dat ik het gewoon zo snel mogelijk onder de controle krijg, zou ik maar zeggen. Dan kan ik daar ook weer even chill mee spelen. Want het is echt een stuk beter om terug te editen. Want eerst deed ik het altijd op G, waardoor ik zeg maar altijd een beetje... Ja, sloom was met editen. En dat was ook altijd een probleem. Dat had ik ook al volgens mij best wel vaak in video's en streams gezet. Dat editen altijd bij mij nog een dingetje is, man. En ik hoop dat dit al een stukje verbetert. Hoppakee, dat zijn een paar hits. Hold dit. Dit deed ik sneller dan ik had verwacht. What the fuck? Oké, die guy. Ja, ik weet niet hoe en wat voor een guns die heeft. Dus die wil ik even testen. Oké, ik hoorde iemand in mijn nek. Toch weer een hitje. Ai. Ik moet deze guy in de gaten houden, man. Oké, nu zitten er twee chappies op mij, soort van. Die guy, ik weet niet wat voor wapens die heeft. Oké, hij heeft een boobiebom volgens mij. Of een nee. Ik ga deze guy gewoon pushen, denk ik. Wat zit er, gast? Niet te ver, dank je. Oké. Okay. Oh my god, ik verslikte hem ook. Okay? Ik kon niet meer praten, dus daarom was ik even stil.
Die guy zit daar nog, man. Oké, okay. Oh, er ligt een hele leuke medkit daar beneden. Kut, daar wil ik wel voor gaan, maar ik heb heel weinig meds. Fuck, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oh, hij gaat echt bouwen. Oké, kut. Ik moet hem killen, man. Ja, bouw je in, bouw je in. Nee. Oh, fuck. Ik heb twee shit wat ik kan bouwen, man. Twee dingen. Ik moet hem een headshot poppen. Dat zou heel lekker zijn. Fuck, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Hij bouwt ook steeds hoger. Oké, één bouw shit. Fuck, ouwe. Hij piekt ook alleen met die sniper. Dit is heel kut, jongens, dit. Let's go. Dat is precies wat ik wilde. Dat is 60 HP eraf. Nice, weer 30. Let's go, Dylan. Zo doe je dat. Oké, niet vallen. Oké, nice, chill. Woo! Jongens, we hebben het gewoon gedaan, hè. Fucking hell, ouwe. Oké, FC. Geen trap hier. Dat zou wel heel erg fucked up zijn. Ook niet hier trouwens. Ik loop er wel weer rustig doorheen. Maar oké. Zo. Holy shit, jongens. Oké, we hebben 3 kills. Prima. Wolde, ja, ouwe. Dit was best wel spannend nog. Oh, ik verschrikte me echt. Ik wou praten en het stikte gewoon nergens in. Alright, volgens mij had die guy geen match meer. Dus daarvoor hoef ik niet echt hem te gaan looten nu. Dus ik moet wel een beetje gaan hakken voor mezelf nu. Oh my god. Ik had ook een tactical, hè. Dat ding is zo kut, hè. Dat merkte je gelijk tegen die guy waar ik het eerst tegen moest fighten. Die kerel die ging gewoon niet dood. Oh my god. Ik houd het denk ik bij de blauwe punt, man. Alrighty. Zo, de kneuters, man. Ik zit even van te kijken, man. Alright. Nou, de mooie komeet is ook echt lijp aan het borrelen hier. Dus ik hoor echt niemand aankomen hier. Laten we maar gewoon even met z'n hakken, zoveel mogelijk. En dan kunnen we hier weer... Hold it. Huh. Fucking low. Oh kut, ik heb een sniper. Kom eruit. Nee, je kan niet sprayen, man. Maar ik moet het wel even goed doen. Want dat dacht ik al. Let's go. Perfect, gedaan deel. Ah, het mes. Chill. Die kunnen we ook meenemen. Wat is dit? Shield, dat is heel handig. Ik heb wel weer veel mensen nu, man. Alright. Oh my god, jongens. Het is nog best wel hectisch potje, man. Holy shit. Lijkt wel fucking arena of zo, man. Ik heb geen idee waar hij zit. Ik spray me echt gewoon helemaal vol. Daar dus. Ik moet er gewoon één keer hitten. Ik moet weten of hij veel shield heeft. Hoe werkt zijn turbo building zo mee? Ik blijf gewoon sprayen. Oké, hoe fucking veel ammo ik heb. Juist, juist. Het werkt niet meer, vriend. Wend hem maar aan. Wend hem maar aan. Oh, zo dom van die guy, man. Ik zweer het. Waarom gaat hij zo dom doen of zo, man? Ik snap het niet. Maar oké, boeien. We hebben hem. Oké. Holy shit, jongens. Moeten we ver? Nee. Eindelijk een keer niet, man. Ik heb zoveel dingen die ik aan jullie moet fucking uitleggen over deze game. Wat er allemaal fout aan is, man. Dat is echt niet normaal. Nou, daar komt hij. Nee, oké. Ik ga het gewoon ondertussen wel over hebben. Dat wilde ik toen straks dus ook al doen. Maar er zijn dus een paar dingetjes die me echt irriteren aan deze game. Nou, de main ding, dat weet waarschijnlijk iedereen wel. En vindt iedereen gewoon scheid irritant. En dat is het bouwen. Nou, dat hebben we dus al gehad. Nou, best wel simpel toch? Nou, jongens, zo zie je maar weer. Het gaat er best wel snel doorheen. Nee, maar oké. Het volgende dingetje is, dat vind ik persoonlijk. Het is niet een drastische must of zo. Dat ik denk van, ah, zonde, als dit veranderd wordt, is de game echt kut. Maar ik vind persoonlijk dat de combat shotgun te sterk is. Vooral de gouden die ik nu heb. Het is gewoon letterlijk bijna soms 2 kogels en je hebt iemand met full shield. Het is echt insane gewoon. Als jij 2 headshots achter elkaar schiet, je bent gewoon loesoe. Het ding is gewoon dat je heel snel met dit ding kan schieten. Dus pam pam en je bent gewoon weg.
Bijvoorbeeld de Tactical Shotgun is ook een snelle schietende shotgun. Alleen is dus veel minder sterk. En dat is dus wel echt een ding. Als je ook kijkt naar de Legendary Tactical versie. Ik had die een keer tegen een combat. En het is gewoon letterlijk niet te doen. Je kan eigenlijk niet met een andere shotgun heel af en toe een blauwe pump tegen een combat strijden. Het is zo'n sterk ding. Het is, ja. Naar mijn mening kan die wel iets slechter gemaakt worden. In ieder geval, ik hoop dat ze dat misschien ooit een keer gaan doen. Maar wat ik dus zei, het is niet extreem erg. Maar ik denk van, ja, het zal gewoon chill zijn als ze dat weer, of als ze er iets mee gaan doen. Laten we het daarop houden. Maar een grote must dat wel even in mijn hoofd speelt, dat is de fucking mechs die erin zitten. Die robots zijn zo not skilled. Het is echt niet te geloven, gast. Ik was gisteren met Noah, Killer Noahtje, weet je wel. Was ik live samen met Anko. En ik was als enige nog over. En er zit een robot op die berg. Daar ook. Precies die berg. En ik stond helemaal daar. En die fucking robot schiet al die raketten op me. En ik was gewoon instant dood. En ik dacht, oh, die raketten hebben een soort van, hè, delay. Of hoe zeg je dat? Spread gekregen. Waardoor die raketten niet allemaal op één plek goed gaan. Maar nee hoor, van zo'n afstand. En ik ben alsnog gewoon zo gaar tegen. Ik kan niks qua bouwen, want dat is er natuurlijk nu uitgehaald. Dus what the fuck. Ik weet niet, man. Ik vind gewoon de manier hoe Fortnite dit aanpakt zo amateuristisch eigenlijk. Ze denken totaal niet na over wat de gevolgen er eigenlijk van zijn. Want je hoort en je ziet ook heel veel mensen op Twitter, Insta, gewoon overal op elk platform wel zeuren over deze update. Dus ja, ik kan eigenlijk ook wel weer over gaan zeuren, maar we weten het allemaal wel. Dus ja, het is gewoon lastig om mijn potjes te winnen, om chill te spelen. Dus ik hoop dat we deze game in ieder geval tot een goed einde kunnen gaan brengen. Ik hoop sowieso nog een paar kills te pakken, want ja, 5 kills is niet heel veel. Maar je merkt gewoon dat mensen veel sneller doodgaan, dat je minder kills kan pakken, omdat iedereen, ja, het bouwen, iedereen wordt gewoon sneller gekilled dan normaal, weet je wel. Dus er blijven uiteindelijk minder mensen over dan normaal. Oeh, dat is een gouden vending machine. Ik hoop dat daar een Scar in zit. Was dat een heavy sniper of niet? Oeh, dat is ook wel nice. Ik ga toch voor de Scar. Scar is denk ik ietsje stiller om nu te hebben. Want zeker met het spammen en bouwen is dat gewoon echt een relaxed wapentje nu. Dus Scar, kom maar hier. Dankjewel. Huppakee. Alright, ik hoorde weer zo'n explosie. Volgens mij is er weer zo'n robot geland. Kijk even hoeveel robots er zijn. 2 in de fucking endzone. Even serieus. Doe normaal, man. Ja, ik weet ook mijn god niet hoe ik tegen zo'n ding moet vechten. Dat is ook echt een ding. Ik schiet er maar op en that's it. Maar oh, dit. Ik zit te twijfelen. Zou ik dat ding kapot maken? Ik wil het eigenlijk wel doen. Wacht, ik ga eerst even deze airdrop nakken. Laten we dat mee eens doen. Hup, 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 hup. Ai, chill. Kom op, geef me iets leuks. Splashes zijn ook wel leuk. Wacht, hoeveel zijn het er? 2, hè? Ik heb ook 2 grote potsen. Iets meer shield. Oké, ik ga die Mac even gebruiken voor movement. En daarna laat ik hem ontploffen. Want ik vind het ding echt verschrikkelijk. Ik ga jou niet ermee killen. Ik ga hem er ook gewoon niet mee killen. Oeh, oeh. Zo, we doen even dit. Wat doet hij? Oh my god, ik dacht dat je echt dood ging. Maar bro, ik ga niet met dat ding spelen. Ik ben niet zo'n pussy. Oh my god, wat deed die gozer? Oh my god. Waarom zit hij niet bij mij? Wat de fuck? Wow, dit deed je wel soepel. Hij zit nu weer daar. Oh, dit, waarom had ik hem daar niet? Wat ben jij aan het doen nou, hè? Deze guy is een fucking legend. Hij overleeft alles gewoon. Behalve die val. Oh nee, ik had hem gekillt. Ah, chill. Ho, Gert. Zo. Ah, oh, yo. Yo, doe even rustig aan. Even rustig aan. Nee, even rustig aan. Laat me even een mini nemen. En een grote pot en dan komt alles goed. Oh, dit is zo kut. Ik ga in die hoek zitten. Oké, chill. Heb ik kampvuur? Ja, 2. Maar ik ga weg launchpadden. Zou ik dat doen? Oh, ik weet niet waar die zit, man. Boven, volgens mij. Waarom doet mijn kampvuur niet? Oh, die is weg. Turbo building, alsjeblieft. Oh my god. Dit bouw is zo slow, man. Hij is geflikkerd.
Wat dit? Oh! Loesoe! Hele snelle loesoe zetten daar. Hoor, ik heb echt geen zin om daar naar beneden geflikkerd te worden, jongen. Alles behalve dat. Oh shit, oké. Ik heb best wel wat match verloren, dat is wel een ding. Kut, er zat ook iemand daar te schieten. Bro, het is echt niet te doen dat bouwen, man. Ik maak geen gein, hè. Ik hoor iemand volgens mij. Echt niet te doen. Hij is fucking low. Nice, chill. Oh, de. Oh my god, jongens. Echt, dit spel is echt frustrerend, de gast. Oké, ik maak geen grapje. Dit is nog best wel lastig om te winnen ook nog. Holy shit. Oké, die doen we weg. Die doen we hierheen. Dan nemen we die grote pot weer mee. Dan wil ik graag een SMG op zak. Oké, dit is goed. Dit is goeie. Aye, chill. Let's go. Oh my god. Het is kijk, dit bedoel ik met dat ik wel geluk heb dat ik die legendary guns allemaal heb. Want daardoor kom ik wel even verder, man. Holy shit. Het is echt frustrerend om dit te fucking spelen nu, man. Holy shit. Oké, maar we zijn in endgame, dus dat is in ieder geval een heel groot pluspunt. Oké, gewoon concentreren, deel komt goed. Ai, volgens mij zijn ze hier ergens nog steeds aan het fighten. Denk ik. Het is gewoon, ik ben niet eens meer aan het inhouden, hè. Ik zit gewoon alles letterlijk opnieuw te spammen met mijn muis. Omdat ik gewoon niet meer vertrouw op wat ik wel en niet kan plaatsen. Het is echt fucked up. Ik heb geen idee waar ze zitten, man. Daar dus. Oh, shit. Niet lief. Ik wil shield innemen, maar ik weet niet of ik het kan. Ja, kut. Je kan gewoon niet meer achter je bouwen. Fuck, ouwe. Deze guy, hoeveel kills had hij? 4, ja. Bro, kijk zijn HP. Oh, shit. Oh, sorry. Oh, my god. GG. Ja, hey. Ja, ik weet niet, man. De game is gewoon kapot. Het is gewoon stuk. Het is gewoon niet chill te spelen. Laten we eerlijk zijn. Het is gewoon vet lastig om überhaupt een win nu te halen. Je ziet ook dat iedereen maar echt 4 kills heeft. En gewoon dat is de game. Meer krijg je ook niet. Omdat iedereen zo snel doodgaat. Maar ik heb toch mijn best gedaan, jongens. Hopelijk vond je alsnog deze video leuk. Als je deze video leuk vond, vergeet niet zeker op dat like knopje te rammen. Dat zou super dope zijn, jongens. En jongens, hey, de 1v1 serie komt er zeker aan. Want we hebben meer dan 3000 likes gehad. Easy 10.000 likes hadden we. Dus dat komt echt wel goed. Het is alleen, ja, nu met dit bouw-issue zit ik te twijfelen om nu 1v1 te gaan doen. Want je kan gewoon niet bouwen. Dat is zo kut of zo. Dus ik moet even denken of ik het nu ga doen. Ik hoop dat ze het zo snel mogelijk misschien gaan veranderen. Al gaat het niet veranderen, moeten we het maar gewoon zo doen met deze bouwen shizzle. En dan komt het ook goed. Dus ja, boys. Dus wees niet getreurd. Die serie komt er zeker aan. Dus ik zou zeggen, abonneer zeker. En like deze video natuurlijk als je zin hebt in die fucking serie. Want ik vind dat super leuk om op te nemen. En zeker met mijn kijkers vind ik dat gewoon super leuk. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En dan zeg ik tot de volgende keer. Later mensen. Bye bye.